welkom bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. En we gaan beginnen met de eerste achtbaan en het is de Grondfeeder. En wat dat is, dat weet ik niet, maar aan de foto te zien gaan we waarschijnlijk over kop gaan. Ik zie je zo dadelijk. Oké, we staan hier in een parkje en ik ga eens kijken wat het parkje is. Het is een mooi parkje. We staan eigenlijk zo'n beetje op het centraal pleintje en daar is de achtbaan. Eigenlijk staat er niet veel in het parkje, enkel een achtbaan. Maar ja, hopelijk is het een leuke achtbaan. Maar dat zullen we zo dadelijk zien. Hey, wij moeten in de achtbaan via deze mooie trap. Dus ik ga eventjes beklimmen en daar staat de achtbaan al klaar. Langs de uitgang, ik ben verkeerd. Maar ja, wat boeit mij dat? We zitten op het tweede rijtje. Niet eens op het eerste rijtje. Een keer op het tweede rijtje, omdat het gewoon kan. Nu eventjes speed maal 4, zodat we sneller kunnen vertrekken in de grondfeeder. En volgens mij is het een giga-achtbaan. Ik zei eerst dat het een achtbaan was die over kop ging. Maar aan de achtbaan nu te zien is het een giga-achtbaan. En we worden al zeer snel opgetakeld met zo'n 37 km per uur. Amai, dit is heel snel. En als we boven zijn gaan we natuurlijk naar beneden met zo'n 126 km per uur. Het is een heel snel baantje. Dat is duidelijk. We werden begin heel snel opgetakeld. En dan die first drop. Met 126 km per uur, dat is natuurlijk een heel snel baantje. Een baantje voor durvers. Niet iedereen zou hier zomaar ingaan. We gingen zo net door een rooktunnel. Ja, dat krijgen we zo'n beetje rook, een beetje lichteffecten. We gaan hier door bochten. Het is wel een mooi baantje, zo mooi gemaakt tussen de bergen. Dat is zeer mooi en volgens mij krijgen we hier wat airtime. Kijk eens, zo'n beetje airtime hier. Hoppa, heel mooi gedaan. Echt waar. Zo'n beetje doet mij zo'n beetje denken aan die achtbaan in Disneyland. Je kent dat wel, hè? Die achtbaan met die mijntreintjes. Met Dumbo zo, dat is ook zo tussen de bergen gemaakt. Terwijl deze achtbaan is ook zo tussen de bergen gemaakt, dat heel mooi is. Een heel leuk baantje, een baantje die de speed goed erin houdt. Voor mij krijgt deze baan zeker een 10 op 10. Maar ik zou zeggen, we gaan naar de volgende baan en misschien is die zelf nog beter. En we gaan even kijken wat we hebben. We hebben de BAT 3R Ride VR. We zullen eens kijken wat dat is. Oké, we staan hier in een parkje. In een mooi park zou ik zo zeggen. Ik zie al verschillende achtbaan. Ik zie een gangachtbaan, zo eentje dat we in Bobbejaanland hebben. Ik zie een wilde muisachtbaan, zo eentje hebben we ook in Bobbejaanland, maar dan wel een beetje anders. En dan zie ik nog een, wat dat is, een monorail denk ik. Is dat een monorail? We gaan eens dichterbij kijken. Lijkt op een monorail. We zullen wel zien wat dat is. We gaan gewoon alle achtbanen één voor één doen. En dan zal alles wel duidelijk worden wat het is. En we gaan beginnen met wat gaan we beginnen. Ik stel voor dat we gaan beginnen met wat we eerst tegenkomen. En deze achtbaan komen we als eerste tegen. Ik zie daar meteen al de trap. Dus we gaan eventjes naar boven met de trap. Met wat anders gaan we naar boven. En volgens mij gaan we weer via de uitgang. Ja, we gaan via de uitgang. Dat maakt niet uit, maar we drukken op E en we zitten meteen al in het wagentje. Achteruit, maar het is een spinning coaster, zoiets hebben we ook in Bobbejaanland. Misschien is dat wel gebaseerd op Bobbejaanland. Volgens mij staan we nu bij de ingang. Ja, we staan bij de ingang. We zijn hier al door de uitgang gegaan. Maar wat maakt het uit als we maar genieten van de rit. We zitten nu nog achteruit, maar dat maakt niet uit. Want voor zo dadelijk gaan we weer vooruit. Want dan draaien we weer uit. Een stapje. Uit. En dus kunnen we zo'n beetje genieten zo van de dieptezicht. Omdat we nu achteruit staan, kunnen we zo wat meer naar beneden kijken. Hè? Snap je dat? Dus we kijken nu zo echt zo wat naar beneden. Want we staan achteruit. Snap je? Oké, in ieder geval, als we gaan beginnen draaien, gaan we waarschijnlijk weer vooruit staan. Maar we beginnen nog niet met draaien. Dat is wel spijtig. Ik dacht dat we. Volgens mij gaan we hier zo beginnen draaien. Nee, hier draaien we nog altijd niet. Dan wordt het een ritje achteruit. Ja, hier beginnen we te draaien. Ja. Ja, hier gaan we wel vooruit gaan. Ja. Kijk eens hier. Hier beginnen we te draaien met zo'n 10 km per uur. Dat is niet echt heel erg snel, maar nu staan we vooruit. En volgens mij gaan we alles nu vooruit meemaken. Ja, nu maken we het gewoon allemaal vooruit mee. Kijk eens hier hoe... mooi dat het is als we dat allemaal vooruit meemaken. Wel veel rechte stukken, dat zou ik persoonlijk niet doen. In een spinning coaster zou ik gebruik maken van veel bochten. Want die rechte stukken, ja, je ziet dat draait niet echt heel goed. En ik zie meteen een foutmelding.
Ja, wat dat is, zullen we wel zien. Maar er is een foutje gebeurd. Een stationnetje. Een treintje dat gebotst is in een stationnetje of zo. Enfin, ik weet het niet, maar enfin, dat zal wel duidelijk worden. Hè. Ja, in ieder geval is het een hele leuke achtbaan. Maar ik zei toch, ik zou wel meer scherpe bochten nemen bij dit soort achtbanen. Want dan ga je natuurlijk wat meer spinnen. Hè. Ja, maar het gaat goed. Enfin, we moeten niet klaren. Hè. We moeten niet klaren. Als het goed gaat, dan gaat het goed. Hè. Het is zo'n beetje een wilde muis effect, hè. Wilde muis heeft ook zo van die, ja, van die, nou, die heeft wat scherpere bochten, maar die heeft ook niet zo van die, van die compact, ja, ik moet dat niet zeggen, oei, we hebben een crash, een crash, we willen wel zien wat het is, hè. Nee, ik weet niet wat ik moet zeggen, wilde muis achtbaan is compacter dan deze achtbaan, maar is ook zo'n beetje hetzelfde, ik zal het zo zeggen. We hebben hier wat, we gaan hier 20 km per uur, 21 km per uur, dat is iets minder. Hier heb ik zo'n monorail gevoel. Het gaat niet echt heel snel, het is wel zo'n beetje een stukje waar je kunt zeggen van we kunnen op adem komen. Maar het gaat niet echt heel snel, volgens mij worden we hier gelanceerd. Ja, een lancering van 40 km per uur. Eigenlijk ook wel onverwachts in zo'n achtbaan, want een achtbaan, kijk nu worden we weer al afgeremd. Dat vind ik dan wel zo spijtig. Je wordt gelanceerd en één keer word je dan weer afgeremd. Dat is een... Allee, ja. Een tip zou ik nog geven zijn scherpere bochten. Eén hoge optakeling, zodat je al die lanceringen en die tussenstukjes niet moet doen. En dan heb je een prima achtbaan. Deze is zo een beetje aan de middenkant. Ik zie wel dat de maker er wel tijd heeft in gestoken, want de omgeving is goed. De achtbaan is ook groot, dus... Ja, dan verwacht ik ook wel dat er tijd werd ingestoken. Kijk, we gaan, ja, wat er nu gaat gebeuren, dat weet ik niet, maar we gaan naar boven. Maar waar we naartoe gaan, dat weet ik niet. Maar oei, 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 kijk hier. We gaan dus zo naar boven en dan gaan we, ja, dan gaan we zo dadelijk naar beneden. Dus ik vind het persoonlijk een beetje te veel. De bochten ietsje minder, te veel optakelingen, te veel... Lanceringen, één optakeling of één lancering bij zo'n achtbaan is meer dan genoeg. Je hebt dan wel zo van die, kijk, dat is dan weer één keer, we gaan weer snel, recht stuk. Ik vind dat dat stuk, dat mocht iets hebben, dat mocht een bocht hebben, een helico of zo, en dat mocht een snel nacht. Enfin, kijk, en hier gaan we zo, met zo'n topsnelheid naar het station. Nou, een iets mindere baan zou ik zeggen, iets minder, maar er zijn natuurlijk nog genoeg baantjes. En als we bij het station zijn, gaan we natuurlijk uitstappen. En dan gaan we eens kijken wat wij nog allemaal in de aanbieding hebben natuurlijk. En we gaan een keer kijken wat we hier allemaal hebben in het park. En ik zie daar een nieuwe achtbaan. En volgens mij is dat die hangachtbaan. We zullen eens kijken, wat is een mooie trap. Ik zeg dat de maker er wel tijd heeft ingestoken in die achtbaan. Maar toch vind ik deze achtbaan, allee, vond ik deze achtbaan een mindere achtbaan. We drukken op F2, want misschien is deze achtbaan wel gecrashed. Er was één achtbaan die een crash had. Dus we drukken op F2 en we wachten gewoon eventjes. En als het te lang duurt, dan zijn we weg. En volgens mij is dat deze hangachtbaan niet, want dat kan niet. Want nee, volgens mij hebben we geen hangachtbaan. We zullen wel zien wat het is. We zullen wel zien. We wachten gewoon tot het treintje er is en we zullen wel zien wat het is. Maar in ieder geval, het is ook een grote achtbaan. Ja, ja, een andere treintje. Het treintje is daar. Kijk eens hier. Het is een treintje van een looping achtbaan, zoals je kunt zien. Dan staan we hier voor de poortjes. Gaan de poortjes open. De veiligheidsbeugels gaan open. We wachten tot wanneer de poortjes open gaan. En dan gaan we instappen. En we stappen in wagentje 1 in. En die zo van die looping star, die van die Olympia loopings beveiligingsbeugels. Zo'n beveiligingsbeugels die naar boven gaan, die niet die rond u gaan, maar die op u gaan, laat ik maar zeggen. We wachten tot de poortjes open gaan. Ja, de poortjes gaan open en we drukken op E. Voilà. En dan drukken we op speed maal 4, zodat we sneller kunnen vertrekken. We gaan de beveiligingsbeugels dicht. Dan kunnen we veilig vertrekken. Allee, dat loop ik toch dat alles veilig is. Er was juist een crash, zoals ik al zei. Hier hebben we een bochtje. Ja, mooi, ja, een mooi bochtje. Zo'n mooi beginnetje, laten we zeggen. Hè.
En hier, wat we hier krijgen, ja, dat vind ik alweer minder. Zo'n optakeling, zo'n kleine optakeling, nee, dat vind ik al wat minder. Ik zou dan een kleinere bocht hebben gemaakt zonder optakeling. Hè. En volgens mij worden we hier gelanceerd. Dat kan op zich wel, maar ik zou dat voor dit type achtbaan niet doen. Ik vind het type achtbaan niet gepast voor zoiets. Het is zo'n loopingsachtbaan. Loopingsachtbaan is standaard. Het is meteen alweer een ander type en we staan volledig in het rood. Ik zie dat de maker er ook tijd heeft in gestoken. Dus ik geef die maker niks van negativiteit. Maar ik zou gewoon een ander type achtbaan gebruiken. Ik vind, wat deze achtbaan doet, vind ik dit type niet zo geschikt. Maar... ik vond het wel een goede achtbaan, daar ben ik eerlijk in. Nu worden we weer opgetakeld. Dat zou ik ervan laten. Ik zou dan eerder gaan voor een minder hoge optakeling dan altijd die optakeling. Die optakelingen vind ik zo lang. Ja, dat wordt een beetje te veel. Hè. De achtbaan moet vloeiend zijn. Het moet zijn van, we gaan naar de ene en we gaan naar de andere heuvel. En dan moet het zijn van... Ik sta eventjes stil bij de optakeling, dan weer een optakeling. Kijk, en dat vind ik dan weer al... Kijk, dat stukje, dat was weer al te. Dat was meteen van rechte bochten, meteen van links, rechts, recht, links, rechts. Dan mocht dat weer wat vloeiender zijn. Laten we het maar zeggen, maar... Kijk, en nu gaan we weer al te traag. Dat is zoiets van, ja... Traag, snel, traag, snel, traag, snel. Volgens mij krijgen we niet zo'n helix naar beneden. Dat is zo meer een type... Die helixen zijn meer voor een hangende achtbaan type. En dat je zo echt zo naar beneden gaat. Kijk, nu gaan we zo naar beneden, altijd maar sneller en sneller. Dat zou ik persoonlijk lager doen, want we gaan heel veel snelheid maken. Ik denk meer dan 80 km per uur zelf. Dat heel snel is voor zo van die helix. Kijk, we waren er zelf al afgeremd met extra remmen. Dat zou ik lager doen. Eigenlijk, mijn tip als ik dat zo bekijk, is gewoon Hans de achtbaan lager maken. Gewoon lager maken, dan heb je die optakelingen niet nodig en dan heb je die helixen niet nodig. Maar vind ik wel speciaal om te doen. Nu zijn we weer boven, we waren weer opgetakeld en nu gaan we weer naar beneden. Kijk, maar wel, hoe dan we naar beneden gaan, ik dacht dat we eventjes remmen waren. Dat is weer al niet zo goed. Kijk, we komen weer al in de remmen, dat is echt zo van en betrekken, en betrekken. Nou ja, niet zo goed eigenlijk. Maar ik zeg, de maker heeft de tijd ingestoken. Dat is echt wel positief. Kijk, nu komen we weer aan bij het station. Kijk, nu is het weer zo... Ja, nu mag het op zich, want we komen aan bij het station. Maar wat we nu... Ja, op zich mag het. Op zich... Dat einde was goed. Die achtbanen zijn wel wat te verbeteren, zou ik zo zeggen. Op sommige stukken zijn ze goed. De achtbaan was mooi, was... Er zaten veel elementen in, maar de elementen die waren soms een beetje te ruw. Wat ik soms ook zag, dat de elementen te hoog waren, waardoor je veel te veel snelheid maakt. Dat zijn dus puntjes die moeten verbeterd worden, maar ik heb er vertrouwen in. Ik heb daar zeker vertrouwen in en we gaan langs de verkeerde weg, langs buiten, waardoor ik niet over de pootjes kan. Want we moeten langs hier naar buiten natuurlijk. En dan hebben we nog één achtbaantje, alleen dat denk ik toch. En dat is deze... Ja, hoe heet deze achtbaan eigenlijk? Misschien is het wel een onderdeel van deze achtbaan. Wie weet, want deze achtbaan was namelijk heel lang, die spinning coaster. Misschien is dat één achtbaan, maar ik zie daar al meteen een nieuwe ingang. Dus het is een andere achtbaan. Wat deze achtbaan is denk ik een wildmuis achtbaan. Ik weet niet of deze achtbaan ook al is met special effects. Of deze achtbaan werkt. Want er was één achtbaan gecrashed, zoals je kunt zien. En volgens mij werkt deze achtbaan niet. Ik wil er eens over vliegen, maar dan moet ik eventjes op zoek gaan naar mijn besturing, denk ik. En inderdaad, we staan hier in de achtbaan en we zien dat er een achtbaan is gecrashed. Ja, maar waar ga ik hier over vliegen, hè? Voilà. En dan gaan we dan meteen een keer zien wat er gebeurd is. Het is natuurlijk donker aan het worden, dat is spijtig. We kunnen ook meteen even kijken of we alles hebben gedaan. Dus we hebben deze achtbaan. We hebben die grote achtbaan en we hebben deze achtbaan die jammer genoeg gecrashed is. Want die zag er ook wel heel leuk uit. Ik ga eens kijken. Kijk eens hier. Hier zie je het meteen al.
wat er gebeurd is. Het is niet zoals een Rollercoaster Tycoon of een Planet Coaster wanneer je zo'n Hans rookpluim hebt. Nee, het is gewoon simpelweg twee karretjes die gecrashed zijn. Het zijn zo karretjes like de Typhoon. En zoals je kunt zien, zo Typhoon karretjes zijn het. Ja, dat waren dus de twee achtbanen, derde kunnen we niet doen. Wat zullen we daarvan zeggen? Ik ga deze achtbanen een 7 op 10 geven. Omdat ik zie dat de maker hun best heeft gedaan, want hij heeft er tijd in gestoken, tijd aan de omgeving, dus zeker een 7 op 10 waard. Maar de achtbaan moet dus verbeterd worden op bepaalde punten, zoals die bochten wat minder scherp maken, wat minder optakeling, de achtbaan minder hoog maken, de achtbaan minder snel maken. Het positieve aan die achtbaan is dat de achtbaan had mooie effecten, zoals die helixen, maar die moest dat een beetje lager geweest zijn. De achtbanen waren lang, dat is ook op zich een heel goed punt. De teaming was goed, dat was ook zeker heel goed. Moest je kijken. Dit zijn de tips dat je gewoon geeft. Dus ik maak je niet af, het zijn gewoon tips dat je geeft. Ik kan zelf niet een achtbaan maken. Ik kan echt zelf niet een achtbaan maken. Ik heb het geprobeerd, maar dat lukt niet. Dus je hebt je best gedaan, ik heb het gezien. Zeker proficiat wat je gedaan hebt. Ik kan het niet, dus echt proficiat. En met deze boodschap ga ik ook deze aflevering afsluiten. Heb je genoten van deze aflevering? Doe een blauw duimpje zeker omhoog. En tot de volgende No Limits 2 aflevering. Tot dan. Bye.